Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de Twenterander. Welkom bij het politieke praatprogramma van Twenterand. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Van je tijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld als een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijk? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Kijkers en luisteraars, welkom bij het praatprogramma Politieke Stem op Delta FM. Met vanavond mijn gasten Jan Kuilder, fractievoorzitter van het CDA, en Erik Veldmeijer, fractievoorzitter van de PVV. Heren, fijn dat jullie er zijn en welkom. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond, Jan. Gecondoleerd met het overlijden van je broer. Ik had er zeker begrip voor gehad als je vanavond niet aanwezig zou zijn. Maar ik waardeer het bijzonder dat je het toch kon opbrengen om te komen. Ja. Dat heb ik erg op prijs gesteld. Dat stel ik op prijs. Okay. Je maakte mij bij voorbaat al een beetje op attent. En excuses dat je hierdoor mogelijk wat minder scherp zou zijn, omdat je de laatste dagen je niet politiek met de politiek hebt bezig gehouden. Nou, daar heb ik uiteraard ook begrip voor. Maar dat is soms ook wel eens goed, Chris, om een stukje afstand te nemen. Ja, dat is soms ook wel verhelderend. Ja. Maar je hebt inmiddels, Jan, genoeg ervaring dat om die paar dagen, die kan je wel overbruggen. Ja, maar ik ben een dagje ouder. Het geheugen wordt minder. Ja, oké, dat is duidelijk. Je hebt vaak maar een half woord nodig om te weten hoe de hazen lopen. Ik zal je echter helpen, Jan. En te beginnen met een onderwerp waar je gewoon heel veel verstand van hebt. En waar je ook bij, vanuit het verleden gezien, ook bij betrokken bent geweest. En dan weet je waar ik het over wil gaan hebben. Dat is het onderwerp waar dinsdagavond ook lang is over gesproken. De sport, de kostendekkendheid van de sport. Dat stond dinsdagavond op de agenda. Roswitha Uitslag las jouw inbreng voor en gaf aan dat ze de vragen, als er vragen zouden worden gesteld door de raadsleden, zij die niet zou beantwoorden, maar dat moest Jan Kuilder doen. Nou, bij deze. Dat hadden we niet afgesproken, maar vond ik wel heel tactisch van haar. Ja. Nou, het gebeurt niet vaak, hè, dat iemand zeg maar zijn eerste termijn doet. Nee. En dan bijvoorbeeld al zegt, ja, als de vraag gesteld wordt, moet je niet bij mij zijn. Nee. Maar gezien de situatie, heeft niemand daar een probleem van gemaakt. Overigens, Erik, de PVV had zich voor dat onderwerp niet aangemeld. Maar hier hebben we andere regels. Je hoeft je hier niet aan te melden. Spreek erover mee. Breek in, gevraagd of ongevraagd. Want als je hem de gang laat gaan over de sport, dan kom je er bijna niet tussen. We kennen hier geen reglement van orde, dus leef je uit, zou ik zeggen. Nou, ik vind het niet zo'n voor mij niet zo'n onderwerp om me uit te leven, laat ik zo zeggen. Nee. Nou ja, goed. Maar voel je niet achtergesteld? Ja, er komen ook onderwerpen waar je wel wat meer over kan zeggen. Waarom vindt het CDA, Jan, laat ik daar eens mee beginnen, overigens niet als enige partij, dat dit onderwerp eigenlijk onderdeel zou moeten uitmaken van de behandeling van de kadernota? Nou, om twee allerlei redenen. Enerzijds omdat er extra geld nodig is. Ik bedoel, dat is iets wat we normaal altijd bij de begroting dan wel kader nodig spreken. En anderzijds, we hebben het over tarieven. En het is een goede gewoonte, tarieven na de vaststelling van de begroting, de tarieven vaststellen. Omdat daar de afspraken worden gemaakt. Dus ik vond het ook heel, heel frappant dat het nu in één keer is. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus ik vond het heel, heel raar waarom dat nu gebeurde. Ja. Heeft het CDA daar voldoende antwoord op gekregen? Nee, ik vond dat de wethouder. Ik heb niet alles kunnen volgen. Ik heb even nagekeken natuurlijk. Maar ik vond dat hij wel heel afwijkend was in zijn bewoording. Een beetje in de zin van, nou, als u het op de kadernota wil bespreken, is het toch goed. Maar dan denk ik, ja, dan ik ga ervan uit dat je erover nagedacht hebt. Dat er een bepaalde reden voor is. En dat kon ik er niet uithalen. Nee, de voorzitter heeft nog een rondje gedaan. En iedereen mocht zeggen wat ze. En iedereen zei van, ja, het maakt ons eigenlijk niet uit. SGP en wij hebben gezegd, liever bij de kadernota. Ja. En CDA ook, volgens mij. Ja. Dat weet ik niet meer. Ja, goed, dan weet je het. Dan is het. Ben je weg. Nou ja.
Goed. Het CDA had een duidelijke mening over het voorstel van het college. Ja. Het voorstel is niet goed onderbouwd. Nee. Ik citeer. Ja, ja. Te prematuur en onvolledig. Ja. Daar gaan we het eens over hebben, Jan. Ja, want dat moet een reden hebben dat je tot deze conclusie hier komt. Ik heb wat dingetjes opgeschreven, maar als je... als ik wat dingen vergeet, geen probleem, hè? Ik help je op de onderwerp. Oké, okay, ja, van de totale kosten waar we hier over spreken, en dat schijnt 3,1 miljoen te zijn, geeft het college aan dat er maar 550.000 euro direct beïnvloedbaar is. Ja. Is dat namens het, volgens het CDA realiteit? Nee, dat is zoals nu in de boeken staat, maar we hebben, en ik heb het ook aangehaald, dat we hebben met de klaap en met de punten hebben we dat ook gedaan. We hebben ook in het kader van infra hebben we dus gekeken of we met tariefverstellingen, hypotheeknormen, wat konden doen. Je kan ook met personeel kijken. Een van de dingen die dit college ook gezegd heeft, we willen kijken naar andere beleidsterreinen om daar een aantal dingen te doen. Dus als je kijkt naar personeelskosten, je kan wel zeggen, ja, dat kan ik niet, dat kan niet anders. Maar dan kan je ook kijken, hoe kun je dus dingen anders beleggen. Dus ik denk, en dat is ook een van de redenen dat ik zeg, nou, ik vind het te prematuur, omdat ik vind dat daar niet naar gekeken is. Want ik zie een stuk daar niks van terug. Ondanks dat ze wel in het coalitieakkoord daar uitdrukkelijk naar verwijzen. Ja. En gaan jullie daar nog iets aan doen? Of ik ga daar zonder meer wat aan doen. Ja, Er is de afgelopen jaren, Jan, en daar ben je ook zelf bij geweest, regelmatig de discussie geweest over het feit dat de binnensportverenigingen minder mogelijkheden hebben om extra gelden te genereren door bijvoorbeeld reclameinkomsten dan buitensportverenigingen. Is dat echter wel zo? En waar... Ja, nou kijk, reclame is een ik weet dat daar zijn wel mogelijkheden, maar dat is ook een beetje... Kijk, het probleem met de binnensport is vaak het kader. Het ontbreekt vaak toch aan kader die dat soort dingen ook oppakt. Ik weet uit het verleden dat er ooit eens een stuk is gemaakt over reclame in de sporthallen, dat de vereniging dat zelf verwijderd konden maken. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar wat dus de mogelijkheden zijn van zelfwerkzaamheid, maar ook qua inkomstengeneratie bij de buitensport. Ik ben een sportman algemeen, hè. Ik ben niet alleen voor de binnensport. Maar stel, als we bij de buitensport een dubbeltje bij de consumptie opzetten, dan kom je al heel ver. Die mogelijkheden zijn er voor bij de binnensport niet. En als je nu kijkt naar de voorstellen die er nu liggen, dan kunnen we zeggen, ja, we willen rust voor de verenigingen. Ja, maar rust betekent dat ze dus over 3 jaar 40% meer contributie moeten betalen dan nu. Ja, dan vraag je nog wel iets van verenigingen, zonder dat daar iets tegenover staat. Ja, en dan en met name de grote verenigingen, een KNV die dus echt heel veel uren heeft. Ja, als je ziet wat dat voor weerslag heeft. Ja, dan draai je aan de ene kant gewoon de nek om bij verenigingen. En als je dan anderzijds kijkt, en als je ook naar de kadernoord kijkt, we willen van alles vragen van die verenigingen. Ja, we willen steeds meer, we willen allerlei mensen inschakelen. Nou, dat vergt dus allemaal van diezelfde mensen nog wat. En als ik nu kijk naar het voorstel, wat dan, en dat noem ik ook een beetje prematuur. Er wordt wel gezegd, ja, we zitten aan het kijken naar een aantal dingen om toch nog te kunnen bezuinigen. Als je daar nog mee bezig bent, dan vind ik, moet je daarop wachten. Ja, als je kijkt naar schoonmaakkosten, dus, en vooral bij de binnensport, is dat een geweldig groot bedrag. Nou, daar zou je als vereniging best wel wat mee kunnen doen. Ja. Ja, dus er zitten best wel een aantal kleine dingen waar ze wat voor zouden kunnen doen, maar dat zijn best wel de grote bedragen. En maar mag ik vragen, wat wil het CDA eigenlijk? Ik vind dat je dat soort dingen in ieder geval uit moet zoeken. En dat je moet kijken, en we hebben het ook in het vorige college ook proberen te doen, om te kijken van, kijk nou eens naar de WMO. Kijk nou eens om een... Maar kan er nou wel of niet bezuinigd worden op sport? Of moet er bezuinigd worden op sport? Nou, ik vind dat je moet kijken naar de kostenbesparing. Ja, kijk, als je zegt, want nu wordt er gezegd, nou, we komen geld tekort, we vragen meer inkomsten. Je kunt ook kijken, eerst is het naar de kostenkant. Ja. En als aan die andere kant, ik zeg niet dat, kijk, het is niet reëel om te zeggen, het moet helemaal niet bezuinigd worden. Dat is ook niet en bedoel je met de kostenkant wat op het bordje van de gemeente ligt? Of op het bordje van aan beide kanten. Ja. Maar dat is een, en ik heb ook inspraak van platformen gehoord van meneer Van der Kozijnen. Ja, vond ik een beetje tweeslachtig. Ik vond niet echt dat hij nou aan de ene kant zegt, ja, dat was hartstikke goed om elkaar. Aan de andere kant zegt hij, ja, we kunnen de vereniging niet belasten. Ik, ja, wat wil je nou, hè? En, dus ik vond het voor mijn gevoel een beetje te makkelijk. Ja, nou, we gaan nu, we geven die vereniging 30% of 40% tariefverhoging. Dan is de rust in de tent. Ja, dat vind ik wel heel makkelijk. Dus ik vind het jammer dat het, en ik ken de wethouder ook van uit het verleden. Ik weet dat die ook in het verleden anders in stond. En dat vind ik. Ik vind dat niet. Ik vind dit te makkelijk. Ja. Er is wel consensus gevonden. Hè? Tenminste, dat doet de wethouder ons geloven. En dat neem ik ook aan. Dit voorstel
Hoewel misschien niet van harte, maar wordt wel gedragen door het sportplatform. Ja, maar dan ben ik wel heel benieuwd naar wat de verenigingen ervan denken. Maar als je kijkt naar de brief die de platform in april gestuurd heeft, die er ook als bijlage bij zijn, dan zijn ze heel kritisch. Ja. Ja, dat past niet bij de inbreng die ze nu hadden. En ik hoorde de heer Van de Kozijnen zeggen, ja, ze hebben dan daarna antwoorden gehad. Dan zeg ik, ja, waarom staan die dan niet bij het stuk? Nee. Ja? Maar als ik gewoon het stuk zie en ik zie de reactie van het platform, staat haaks op elkaar. Ja. Nou, dat vind ik niet passend. Dan zeg ik zo in ieder geval dat je dat met elkaar uitgewerkt hebt. En er is ook geen noodzaak om nu dat besluit te nemen. Want de tarieven gaan pas volgend jaar in. En dat je zegt, nou, ik wil verenigingen iets eerder daar, want dat zal het argument zijn. Maar je kan ze wel waarschuwen en zeggen, maar luister, de auto doet maar eerst op mee. Ja? Je had het debat kunnen voeren en het besluit kunnen nemen bij de behandeling van de kadernota. Ja. Maar ook, kijk, tarieven worden pas bij de begroting. Ja. Ja, ik wil het dit maar. Dus waarom moet je nu al. Als je nog zoveel dingen zelf roept waar aan gewerkt kan worden. Ja. Dan vind ik het veel te prematuur. Maar ik heb begrepen dat er wel minder bezuinigd wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ja, omdat ze dus nu gewoon. Maar ze hebben dus in die tussentijd ook niks gedaan. Ja. Nee, 8 jaar lang is het buiten indexeringen, wat ik begrepen heb. Is er eigenlijk. Raadsbreed, die kostendekkendheid. Raadsbreed, ook het CDA, maar ook GBT. Altijd. Hebben dat tegengehouden. En de lobby van het sportplatform, dat moet ik gewoon nageven, is kennelijk goed geweest in die periode. Want ze hebben voorstellen, die waren er wel degelijk, kijk, om dat te verhogen, tegen kunnen houden. Ja, kijk, want een van de redenen dat ik ooit de politiek gaan ben, is dat ik kom daar weg, hè? Ja, ja, ik bedoel, voorzitter. Ik heb zelf platforms opgericht, dus ik bedoel. Ja. Maar normaal, het gaat me niet om, kijk, mag weer, want je zegt in die 3,1 miljoen, als ik dan nu in de kader word, dan wil me dus ook de kunstgrafvelden. Dan praat ik over 1 miljoen. Ja. Die zitten daar helemaal nog niet bij. Nee, wat gaan we daarmee doen dan? Gaan we dat dan maar zo weggeven? Ja. Dus ik vind dat in ieder geval essentieel onderdeel van het hele pakket. Ja. Ja, Eurosport laat wel zien dat het wel degelijk kan, hè? Reclame maken als binnensportvereniging. Maar, dat blijft dus voor Eurosport. Dus nee, dat is duidelijk. Maar eigenlijk die drive zouden de binnensportverenigingen moeten hebben. En dan is er wel degelijk ruimte om extra inkomsten te genereren. Kijk, allemaal zit in Friesveen, Frivol en Friesveen, Pietmaan en Friesveen doen het allemaal wel. Ja. Dus dat doen ze al jaren. Ja, dus, ik heb wel verhalen gehoord, 1 groot scherm... waarbij je dus zeg maar elke vereniging, even heel simpel gezegd, een USB-stickje in het systeem kan zetten kan en dan de eigen reclame dingen doen. In de sportzaal kan presenteren. Ja, kan heel veel dingen doen. Ja, ik las van de week ook dat de onderwereld ook het verenigingsleven heeft ontdekt. Ja, ondermijning, hè? Ja. Maar daar zit je wel bij de grote vereniging, hoor. Ik bedoel, zo die binnensportvereniging, daar zit zo weinig sponsorgeld in. Dat is heel in vergelijking met de omliggende gemeente hoor ik dat onze tarieven aan de lage kant zijn. Ja. Dus we hebben ooit, kan ik mij ook herinneren, wel eens afgesproken dat eigenlijk die tarieven gelijkgeschakeld zouden moeten zijn. Dus, zo geredeneerd Jan, is er wel ruimte om iets aan die kostendekkendheid te doen. Ik zou ook niet dat je niet hoeft te kijken. Ik zeg alleen, gaan we dat ook met de OZB doen dan? Dat vind ik ook prima. Ja. Ja, dat is, dat goed, dat is niet meer aan mij, maar dat is aan jullie. Ja. Ja. Maar dat is ooit een keer. Nee, dat klopt. Dat heb ik toen zelf nog bijgezeten. Maar toen zijn er een aantal gemeentes uitgekozen die dus redelijk in de buurt lagen. Ja. En het is net wat voor gemeente je kiest. Ja? Het is een beetje selectief. Maar jij noemde het net al even, de WMO. Ja, Erik, breek in. Hè, want het is ik vind het is een onderwerp wat een enorme geschiedenis heeft. Ja. En we zitten nu een jaar, iets meer dan een jaar in de gemeente. Dat maakt het ook lastig, Erik, hoor. Dus ik ben er bijna klaar. Ik vang heel veel op uit de eerste en tweede termijnen natuurlijk. Wat ik de essentie van het verhaal van mij is, Erik, ik vind prima dat je mensen belast. Dat vind ik prima. Dat mag op alle gebieden, hè. Als het nu voor jeugdzorg of wat dan ook. Maar dat roept dan niet van, luister, we hebben gekeken, we zijn eigenlijk super van een aantal dingen, maar we gaan jullie alvast de rekening presenteren. Dat vind ik niet correct. Nee. Ja? En als je kijkt nu naar BMO en jeugdzorg, er is juist een aantal jaren zijn we nu bezig om te kijken of zoveel mogelijk dingen door elkaar te laten lopen. Dat ook die sportverenigingen een veel andere maatschappelijke taak hebben. Ja. We hebben het ooit eens genoemd, wat is nou het maatschappelijke rendement van de vereniging? Niet alleen dat die mensen sporten, maar ook een aantal dingen die ze opvangen. Er zijn binnensportverenigingen die geen sport doen. Nou, dat zeg ik, dat is mij 1-1 naar de WMO. Ja? Per definitie vinden wij dat je niet moet bezuinigen op sport. Dan hebben wij wel andere potjes waar je op kunt bezuinigen. Kijk, als nodig is, is het nodig. Hè? Ja. Ik bedoel, je mag best in het land zijn.
En, De WMO, hè, dat is nou een paar keer ter sprake gekomen. Daar stond in dit voorstel, wordt niet over gesproken. Wij zouden meer mensen, meer mensen te laten bewegen, zou de WMO-gelden worden ingezet. Daar zie ik dus niks van. Maar dat staat niet in het... Nee. En dat was vroeger toch wel een heikel punt, waar iedereen bijna raadsbreed het over eens was. Ja. Kijk, als je kijkt naar de combinatie van scenario's, dat is ook iets wat je zou kunnen bekostigen uit de WMO en een aantal dingen zou kunnen doen. Ja. Dus er zit best wel heel veel mogelijkheden. Ja. Deze verhogingen haalde ik ook uit de inbreng die jij geschreven had, maar door een andere hebt laten voorlezen. Komen deze verhogingen voor de huur van de sportzalen ten gunste van de klampen of het punt zelf? Of gaat de gemeente dit verrekenen met de bedragen die de klampen en het punt al van ons ontvangen? Nee, maar ik wil, de afspraken daarover zijn helder. Ja. Maar die gaan gewoon naar de klap en naar de punt. Ja. Alleen, de afspraak toen op tijd is gemaakt dat ze dus wel meelopen met de tarieven die de gemeente stelt. Ja. Ik weet dat zelf in het verleden, ik weet niet of het nu nog zo is, dat de klapen een compensatie kreeg van de verschillen. Ja, dus om toch een beetje concurrentie te kunnen voeren. Maar daar zie ik dus in een stuk niks van terug. Nee, ik zie wel in de kader nog dat we weer 100.000 euro erbij doen. Ja. Goed, bij de punt, maar ook bij de klaver. Ja. En als je kijkt naar de bezetting hier van het punt waar daar een sportvereniging zit, die moeten dus ook die tariefverhoging doen en dan gaat het dus allemaal naar het punt. Dat is inkomst extra, daar zie ik dus in een stuk niks van terug. Nee. Overigens, dat was al eerder bekend, er waren al wat geruchten, maar ook bij de klampen wordt op de deur geklopt om extra ondersteuning. Maar, we hebben van voorjaar de wet al gehoord dat hij zal met een stuk komen en dan zou het allemaal in één keer zou het allemaal geregelen. Dat gaan we dus niet doen, dan gaan we weer 2 jaar gewoon vooruit schuiven. Gaan we er wel bij doen. Ja, dus niet structureel. We gaan eenmalig 35.000 per jaar voor 2 jaar, 70.000 euro. En dan daarna moeten we maar weer kijken hoe het ervoor staat. Maar goed, met andere woorden, want ik ben er ook niet uit. Nee, terwijl dat blijkt wel een soort visieuze cirkel waar we in zitten met het punt en met de klampen. Denken jullie dat we daar ooit uitkomen? Ja, ik denk van wel. Ik heb een hotelschoolachtergrond. En ik vind gewoon dat al die maatschappelijke, of wij vinden dat al die maatschappelijke organisaties uit de punt moeten. En gewoon richting bibliotheek dan uitgezonderd. Richting het gemeentehuis. En dan hou je meer ruimte over om het punt commercieel te exploiteren. En dan kan het wel. Maar op basis van het huidige format wordt het heel lastig. Het is nu een beetje vestzak-broekzak, hè? Ja, dat wordt een ander onderwerp tegen die tijd. Waar we En dan kunnen we alle subsidies voor de Verenigde Stichting worden weer verhoogd. Ja, dat gaat dus allemaal... Heren, de koopzondagen. Daar kan ik niet aan voorbij. Want dat was een langdurig onderwerp afgelopen dinsdagavond. Jan, jij hebt het niet helemaal kunnen zien waarschijnlijk. Nee. Maar de geschiedenis herhaalde zich bijna weer. We hebben dat al eerder meegemaakt. Er ligt nu een voorstel op tafel waarover dinsdagavond dus weer heel lang gesproken is. De aftrap over dit onderwerp werd gedaan door 3 insprekers. Bertus Veld sprak namens de detailhandels... commissie, nee? De platform. Platform detailhandel. En die ging meer in over het gelijkheidsbeginsel. Hij vindt dat daar geweld aan wordt gedaan door 2 kernen wel toe te staan om een aantal koopzondagen te gaan doen en 2 kernen gewoon te verbieden. Ja. Delen jullie zijn mening in die vorm? Ja, uiteindelijk wel. En daarom staan wij ook nog in dubio. Moet je blij zijn met datgene wat er nu ligt. Dat is voor ons een begin. Want als je kijkt naar de enquête ook, dan zie je dat de inwoners van Vroomse Hoop, Twente Rand en Vroomse Hoop, Geerdijk en Westerhaar. Ja, van die mensen mogen de winkels iedere zondag wel open. Ja. En wij blijven ook met het punt zitten. Ja, een ondernemer in Den Ham en Vriezenveen die open wil en zijn klandizie eigenlijk meer buiten Vriezenveen haalt of Den Ham, ja, die heeft wel een probleem nu. Jij haalde dat nog aan, Erik. De responsabiliteit van de enquête, 17%. Ja. Dat is natuurlijk een punt. Hè? De wethouder was al heel tevreden met 4280 reacties. En ik moet zeggen, dat is ook verreweg het
hoogst wat we ooit gescoord hebben. Hè? Dus het geeft wel een indicatie aan. Ja. Maar ik heb ook geluiden gehoord, ik weet niet of dat van jou was, maar dat meestal met dit soort enquêtes de tegenstanders eerder bereid zijn om te gaan stemmen dan de voorstanders. Ja, als je dat er dan weer op loslaat, hoe moet je het duiden? Maar oké, je moet ergens van uitgaan. En de vraag is of het inderdaad juridisch dicht is. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar het verband was dat in het eerste debat de Weddel aangaf dat dat dus niet kon. Dat hij dus een onderscheid kon maken. Ja. Dat was heel stellig in. Maar ik ben het daarmee eens. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat kan, hoor. Of het kan. En daar was de wethouder vrij laconiek over. Ja. Ja, hij dacht dat het wel zou kunnen. En anders dan ziet hij wel hoe de rechter dan de uitspraak doet. Ja. En dan zal hij daarna bevind van zaken handelen. Ja, dat is wel makkelijk, denk ik. Ja, dan hoef je zelf het niet te doen. Hè? Nee. Ja, kijk, ons standpunt was vorige keer helder, nu ook helder. Dat wij gewoon in principe erop tegen zijn. Ja. Maar kijk, als het gehouden wordt, dan vind ik dat moet je gewoon breed trekken. Ja. Dan moet je geen onderscheid gaan maken. Nou, dat gaan we toch proberen. Ja. Maar ik denk dat het uiteindelijk uit zal komen op hetgeen wat er nu ligt. Ja, GBT is... Er waren nog twee andere insprekers. Ik wil het daar niet... Maar je zegt GBT, maar ik bedoel, dit wordt een hoffelijke stemming, hè? Ja. GBT gaat niet voor koopzondag ook in Vriezenveen en Westhaar. Dat zie ik niet gebeuren. Of in Den Hamden zie ik niet gebeuren. Ja. Denk jij wel? Nee, nou, er zitten een aantal mensen bij de GPT waar ik heel verbaasd zou zijn als ze überhaupt voor zijn. Nou, die stemming is al een keer geweest. Er is maar eentje tegen, toch? Ja? Nou ja, maar er waren vorige keer met de stemming waren een aantal mensen waren er niet. Die er normaal altijd wel zijn. Ja, goed. Er waren nog twee andere insprekers. Ik wil het daar niet te lang over maken. Engbus en de Wessels. Ja. Ik vond opvallend het citaat. Van, volgens mij was dat meneer Engbers, uiteindelijk moeten u en ik rekenschap afleggen aan onze schepper. Dat zijn nogal uitspraken gedaan in een raadsvergadering. Ik zeg niet dat je als raadslid geen rekenschap moet afleggen, maar in mijn geval was dat echt alleen richting mijn kiezers. En ik vond dat in ieder geval vreemd. Het is een vorm van... argument kan je het eigenlijk niet noemen. Het is misschien wel een vorm van bangmakerij. Ik weet niet hoe ik het moet duiden. Maar ik voelde mij er persoonlijk wat ongemakkelijk bij. En ik respecteer ieder zijn mening. Ja. Maar als je zegt, u en ik moeten rekenschap afleggen aan onze schepper. Terwijl dat, laat ik het maar gewoon zeggen, niet mijn schepper is. Daar doe ik niemand mee tekort, maar dat is mijn mening. Dan voel ik mij daar ongemakkelijk bij. Je kan het ook anders zien, Chris. Dan hoef je je ook niet aangesproken te voelen. Zo kan je het ook zien. Ja, maar er zijn... Kijk, ik ben daar vrij uitgesproken in, Jan. Hè? Ja. En ik ben ook geen raadslid meer. Dus het doet mij minder. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zitten... die zeg maar in de loop der tijd iets anders zijn gaan denken... over hun geloofsachtergrond. En nu toch daar weer mee geconfronteerd worden. En zeggen, zou het dan toch... En ik vind dat je zonder last of ruggespraak een besluit moet kunnen nemen. En daar wringt iets. Daar ben ik met je eens. Maar je hebt een bepaalde achtergrond, zoals je opgevoed bent en waar je in elkaar zit. Ik bedoel, dat speelt voor iedereen mee. Ik bedoel, ik zit op een bepaalde, ik ben opgevoed op een bepaalde manier. Ik heb een aantal overtuigingen. Ja. En als dat past bij wat meneer Engels zegt... Ja, maar jij zal nooit zeggen tegen mij... Maar jij moet dat ook doen. Nee, maar dat is later wat ik wil. Nee, maar zo werd het wel. SGP is weer een ietsje... Ja. Tandje erg wil ik niet zeggen, maar toch iets... Ik heb dat kleine stukje gezien. Maar mijn gevoel... Is zijn persoonlijk overtuigd. Ik had het gevoel dat ik in de kerk... Jawel, maar dan moet hij dan een ander die anders denkt daar niet bij betrekken. Nee, maar goed, dat is een beetje... Dat mag hij zeggen, natuurlijk, zonder meer. Nee, ik had het gevoel dat ik in de kerk zat toen ik naar die meneer luisterde. Ik vond het zwaar overdreven. En ik ben er niet gevoelig voor die uitspraak. Nee. Maar ik heb ook verhalen gehoord van mensen Maar die het gebeurt wel eens dat een voorzitter bijvoorbeeld optreedt... als er een inspreker is die zegt maar te ver gaat. Ja. In dit geval zou je je kunnen afvragen... had dat hier ook niet gekund?
Ik begrijp vanuit de achtergrond van onze voorzitter dat ze daar ook wat dieper en langer over nadenkt. Ja, ja, volgens mij herhaalde de SGP eigenlijk hetzelfde. Nee, nee, ik heb erop gelet, ja, Erik. Nee, ik vond dat Jan Jonker, Jan Jonker gaat anders. Uiteraard onderschrijft hij wel de strekking van het verhaal, maar hij doet wel recht aan andere meningen. Ja. Nee, Jan wees niet met vingertje. Nee. Ik dacht dat ik zoiets ook uit zijn mond... Ik ben wel van overtuigd dat Jan ook inderdaad die mening toegedaan. Ja, nee, maar dat is geen... Maar dat mag. Nee, maar daar gaat het dus niet om. Nee, geen misverstand. Nee. Iedereen mag een mening hebben, maar ik vind dat hij niet namens andersdenkenden mag spreken. Ja, maar ik denk, Chris, dat het echt iets is wat jou dan toevallig zo aangesproken heeft. Nee, ik heb de mensen van anderen niet gehoord dat er zit. Nee, ik wel. Zo persoonlijk aan. Ik heb van iemand gehoord die vond het belachelijk. Nou ja, meningen zijn erover deel. Ik wilde toch even naar voren brengen. Want ik persoonlijk zat met toch een apart gevoel daar. Ja. En denk, ja. Goed, laten we dit onderwerp eventjes liggen. We hebben een voorstel liggen en dat lijkt toch meer op een soort poldervoorstel. Een vorm van kerktorenpolitiek. Waar we eigenlijk van af wilden. Ja. Hoe kunnen we dat dan verklaren? Wij willen gaan als gemeente naar eenheid. Wij willen niet meer dat kerktoren denken. En hier komt een collegevoorstel. Het zou wel zijn. Zondagrust is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Echt een principieel onderwerp voor heel veel mensen. Dat maakt dat denk ik ook extra moeilijk. Kijk, als je een economisch punt hebt of je op de sport of dat soort dingen. Dat is veel algemener. Maar dit is iets wat mensen gewoon vanzelf het voelen. Hè? Waarom is de Chinees, mag de Chinees dan wel open? En een hotel. Ja, omdat die van jarenlang al uit een andere categorie vallen. Ja, ik heb dat nooit zo op die manier gevonden. Of zo geregeld. Maar kijk, de koopzondag is een second eerlander andere issue. Ja. Maar dat is en dat maakt het ook moeilijk. We hebben natuurlijk in het verleden heel vaak die discussie gehad. Ook bij ons in de partij. Wij staan er denk ik ook wel iets... Wij staan er al eerlanders in SGP. Kijk, wij zeggen ook van, kijk, op het moment dat de meerderheid van de mensen dat vinden, wie ben ik dan om te zeggen, u mag het niet. Ja? Maar jullie vinden, want Bertus Wessel zag ik ook zoiets twitteren, jullie vinden, als we het dan doen, dan ook in Vriezenveen en Even ter correctie, Bertus Wessel doet namens Bertus Wessel zijn woord. Ja. Dat is niks met CDA te maken. We gaan over eigen woorden. Nee, want, jij zei net ook zoiets. Ja, nee, maar helder. Dat is ook pas rond inbrengen. Nee, maar het is duidelijk. Het CDA stemt tegen dit voorstel, mag ik aannemen, Jan. Ja, absoluut. En de PVV stemt voor. Ja. En dat mag ook. Alleen de argumentatie binnen de politieke partijen vind ik wel kunnen. En respect naar elkaar en voor elkaar eigen mening. Ja. En, goed. Kijk, ik vind ook heel netjes dat dit iets wat je echt op persoonlijke titel gewoon overal kan stemmen. Ja, dat vind ik op zich. Ja. We hebben ook in onze partij we hebben een aantal afspraken gemaakt. Kijk, op het moment dat het echt op principiële punten gaat, dan vind ik, dan moet je geen fractiediscipline. Duidelijk. Goed. Ja. Er wordt altijd, en dat was dinsdagavond ook weer, het argument naar voren gebracht van het is toch zo zielig voor die medewerkers. Die worden gedwongen om te werken op zondag. Die moeten we beschermen tegen die boze ondernemers die dat maar doen. En diverse onderzoeken wijzen klip en klaar uit dat de medewerkers er blij mee zijn. En dat ondernemers beseffen dat het personeel, de medewerkers, het grootste kapitaal van hun onderneming is. En die zullen ze nooit iets opdringen wat de mensen niet willen. Dus het is uit vrije wil. En de meerderheid kiest er vrijwillig voor. Die vindt het leuk om op zondag te werken. Nee, leuk is niet het goede woord. Die vindt het in ieder geval financieel zodanig aantrekkelijk dat ze het graag doen. En ze krijgen er door de week een extra dag voor terug. En dan kunnen ze zelf ook gaan winkelen. Ja. Dat is wat in de onderzoeken naar voren komt. Maar te pas en te onpas komt men met het argument die arme medewerkers. Hoe staan jullie daar tegenover? Ja, ik heb zelf heel lang in de horeca gewerkt. En dan moet je ook met feestdagen werken op zondagen. We kregen toen wel een bepaalde toeslag natuurlijk. Dat maakt het ook aantrekkelijk. En het voordeel is dat je inderdaad door de week vrij bent. Waardoor het rustiger is in de winkelstraat. Of bij andere gelegenheden. Maar goed, er werken zoveel mensen tegenwoordig in het weekend. Of je nou over de zorg praat, over de horeca.
in de vervoerssector. Ja, maar goed, maar dit is een facet van de discussie. Het is niet de ja, maar het wordt wel steeds naar voren gehaald, terwijl het onderzoek het tegendeel uitwijst. En dan zeg ik, ja, daar moet je dan even mee stoppen een keer, want dat staat. Maar ik vind op zijn minst, je moet er wel rekenschap mee houden. Maar dat doen de ondernemers. Geen enkele ondernemer zal geen rekening houden met zijn personeel. Dat is mijn stelling. Ja. Waarom moet een gemeente daar dan voor opkomen? Zijn ondernemers en medewerkers niet zelf in staat om dat in goed onderling overleg te doen? Zo zou het worden kunnen. Ja. Maar het krom is nu wel dat inwoners bepalen of een ondernemer zijn winkel of zijn tent mag openen of niet. En dat is toch een beetje raar. Ik vond met de eerste discussie die we hadden, en ik was ook in de veronderstelling dat wij het ook bij de ondernemers hadden leggen, dat die dan kennis zouden doen. En dat die aan zouden geven. Maar mijn geheugen wordt iets minder blijkbaar. Want ik was eigenlijk wel verbaasd dat het college daar nu mee kwam en die enquête deed. Want volgens mij was de afspraak dat het. Ja. Maar goed. Koop zondag, jongens, we gaan het zien. Ja, ja. Hellendoorn is het helemaal vrijgegeven nu. Ja. Soweco, dinsdagavond, verrassend. Of niet zo verrassend, ja. We wisten wel dat er iets zou gaan gebeuren. De ondernemingsraad in actie op een besluit medegenomen door onze wethouder Marta van Abbema om, toch te stoppen met Soweco. Ik doe het nu even zwart-wit. Maar in ieder geval, als gemeente trekken we ons terug. Men gaat een onderzoek doen over of het nog zinvol is als gemeente bij een maatschappelijke onderneming deel te nemen. Dat was de reactie van de wethouder dinsdagavond. Enkele jaren geleden hebben we te vuur en te zwaard gestreden om Soweco in de huidige open te houden. Ja. We waren akkoord dat men ook bedrijfsmatig andere paden in zouden gaan. Juist, andere paden erbij pakken om zo breed mogelijk aan. Dat heeft resultaat. Ja. Soweco draait goede cijfers. Draait goede cijfers, mede doordat ze andere paden gezocht hebben en met succes gevonden hebben. Ook infratechnisch een aantal dingen afgesloten. Ja. Dus ook, En nu ineens komt dit naar voren. Dus dat er gereageerd wordt vanuit de ondernemingsraad lijkt mij ook duidelijk. Ik geloof niet dat de banen en de lonen van de mensen waar wij ons dan druk om maken, die doelgroep, dat die onder druk komt te staan. Nee, maar dat is ook niet de issue. Dat is geen discussie. Nee. Maar hoeveel stoppen wij erin als gemeente? Ik durf het niet zeggen, Erik, aardig wat geld. Want volgens mij was het zo dat je, om het te goede, want in het verleden kregen we iets van 27.000 euro per medewerker. En dat is een aantal jaren geleden teruggebracht van 21. Ja. Dan moet er iets van 6.000 of zo extra erbij doen. Ja. Maar wat kost het jaarlijks de gemeente? Per medewerker, ja. En dan werd er aan de verlieskant, het verlies werd gewoon door de gemeente gedaan. Dus we hebben jarenlang echt heel veel geld erin gestopt. Ja, de week Soweco heeft het ook heel erg moeilijk gehad. Ja, en dat was de reden dat we toen de tijd gezegd hebben, nou luister, probeer nou eens op een andere manier ook een aantal dingen te doen, andere activiteiten erbij te doen. Een soort businessplan is er toen gemaakt. Daar heeft Jan Bennemaas toen nog heel druk mee geweest. Nou, dus daar hebben ze nu opgestart. Nu zie je een aantal goede resultaten. Ja. En wat mij het meest verbaast is dat de Raad van Commissarissen en het bestuur, dat die dus gewoon niet op een goede manier met elkaar gecommuniceerd hebben. Ja. Want het lijkt wel alsof ze daardoor verrast zijn. En dat is natuurlijk wel heel, heel raar. Ja, het was een beetje triest, hè. We hadden een paar weken geleden hadden we nog een hele tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis staan. Soweco, super. Terwijl toen waren die plannen natuurlijk ook wel bekend. Ik bedoel, het was niet naar buiten gebracht. Het is niet van vandaag of morgen gebeurd. Nee. Maar er zijn heel veel vragen gesteld, schriftelijke vragen. Ja. En er waren al afspraken in presidium dat we in ieder geval een debat erover zouden voeren. Dus ik vond, daar hadden we ook op die manier af kunnen kappen. Maar de overheid komt er heel erg onbetrouwbaar over, hoor. Eerst die koers varen, nu weer wijzigen, nu het goed gaat. Ik kan me voorstellen dat die mensen op een gegeven moment daar ook tabak van hebben, hoor. Ja, nou ja en dat speelt al jaren. We hebben in de loop der jaren aardig wat keren het gemeentevol hebben gehad met die mensen. Ja. En de PVV vindt het ontzettend belangrijk, Soweco. Ik vind dat moet je niet aan tornen. Nee. Maar voor mij is het. Nee, maar in ieder geval, kijk, dat een aantal dingen moet doen hier. Ik vind dat vind mij. Maar en wat moet in ieder geval dat buiten de zorg van die mensen opgaat. Ja. Ja? Maar het bedrijf maakt winst. Ja. Dus voor meer dan de helft van de omzet
komt van het bedrijfsleven af. Ja. Dus ja, ik vind dat ze uitstekend functioneren. Ik wil het met jullie even hebben over het zonnepark Oosterweilanden. Hebben we daar? Ja, dat hebben wij. Daar zijn wij als gemeente. We hebben nog wel een weiland met al mooie paaltjes en zo. Oorspronkelijk was dat 1 mei 2019 zou er stroom opgewekt worden en ook verkocht worden. En er zou dus geld gegenereerd onze begroting kunnen worden. Dekking kunnen maken. Ik neem aan dat daar ook de begroting op opgesteld is. En nu door een foutje van de aannemer, verkeerde levering van zonnepanelen, ontstaat er een vertraging van 6 maanden. Ja. De wethouder heeft aangegeven dat de aannemer zorgt dat de juiste panelen komen. Maar ja, dat lijkt mij niet zo moeilijk en ook vrij logisch. Ja. Alleen bedrijfsmatig, als je 6 maanden lang geen inkomsten genereert en je vaste kosten lopen door, en dan praat ik hier over huur van de gronden, onderhoud, directeur van de stichting. De rente, van de leningen. Je moet de schapen laten grazen. Ik bedoel, die lopen door, terwijl er 6 maanden lang die kosten oplopen en geen inkomsten tegenover staan. Normaal gesproken, als een aannemer zich niet houdt aan zijn verplichting, staat er een boetebeding in een contract. Ja, dat lijkt me wel helder. Maar ik weet niet, want ik heb de wethouder daar niet over gehoord, of dat in dit contract ook opgenomen is. Als dat daarin niet opgenomen is, krijgen we een scheur in de broek. Nee, maar goed, dat komt zo, hè? Dus nee, ik ga daar zeker aan haar vragen. Maar het gaat mij om de gedachte dat jullie dat ook niet vernomen hebben, dat er een boeteclausule is. Die vraag ligt bij ons ook op tafel. Ja. Want er is inderdaad gezegd, we waren de voorstander van om het niet bij de gemeente te doen, om het uit te besteden. Goed, dat zei je zo. Maar als je dan dit soort dingen ziet en je zegt, en je komt dan wel met de rekening te zitten. Ja. Nou ja, laten we ervan uitgaan dat het afgedekt is. Want normaal gesproken hoort zoiets, als een aannemer zich niet houdt aan een opleveringstermijn. Maar goed, we hebben in het verleden ook wel meer dingen meegemaakt die normaal zouden zijn. Die dus dan net even. Maar je mag ook verwachten, Jan, dat je lering trekt uit de fouten uit het verleden. Ja, dat mag. En ik vraag mij af straks, jij zegt er gaan schapen graven. Ja. Ja, ik vraag me dat af. Volgens mij gaat alles dood onder die zonnepanelen. Ja. En er stoppen er twee bijenhokjes in. Nu in de tussentijd. En nu heet het opeens, is het duurzaam en groen. Ja. Huh? Ja. 9 juli, heren. Nou goed, dit krijgen we nog een vervolg. Uiteraard vraag ik het dadelijk ook aan de wethouder. En ik weet niet of ze daarop wil of kan antwoorden. Ja, jongen, ik wil gewoon van u een antwoord. Ja, ik ben een beetje trawant. Ik zit hier op een andere stoel. En in de raadzaal heb ik daar nooit problemen mee gehad, Jan, om dat te vragen. Maar hier ligt dat toch iets genuanceerder. Ja, snap ik. En ook de wethouder hier aan tafel gaat over haar eigen woorden. Ja. Goed. 9 juli, de behandeling van de kadernota. Ik heb begrepen, maandag leveren jullie schriftelijk de algemene beschouwing in. En dus ik kan er niet zoveel op dit moment mee. Nee, ik begrijp dat jullie vooruitlopend op die inlevering van maandagmorgen 10 uur er weinig tot niets over willen zeggen. Gewoon geen probleem mee hoor. Nee, maar goed, als jullie zeggen van oké, wij gaan er wel wat van vinden. En wij komen met andere voorstellen, waar overigens wel omgevraagd wordt ook door het college. Ja, maar dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Ja, oké, maar dat is ook een antwoord. Nee, maar in het verleden, ik weet nog dat een aantal begrotingen terug, dat ook gedaan is, dat een aantal opties werden genoemd. Nou, dat brak heel los, hè, dat het college geen keuze kon maken. En nu zien we precies hetzelfde gebeuren. Want, wij komen er niet helemaal uit. De subsidie is wel makkelijk, dat pakken we wel even. En voor de rest, zoek het maar uit. Ja. Goed. Maar denk je dat ze dat doen omdat ze het zelf niet weten? He? Dat ze zelf die keuze niet durven maken? Ja, vind ik. Ja? Ik vind wel dat nu die jongen over de brug is gekomen met zorggelden. En er komt nog meer aan dat die OZB teruggevloot moet worden. Ja,
Ja, daar heb ik het in de vorige uitzending al een keer over gehad. Ja. Dat zou logisch zijn, want dat was het argument om de OZB te verhogen. Ja. Als dat argument dus wegvalt, zou het logisch zijn dat je er in ieder geval over gaat praten. Maar de wethouder Financiën heeft daar wel op gereageerd. En toen tegen mij gezegd, ja, maar we hebben ook nog andere problemen. Ja, we hebben een heel lijst met cadeautjes al nemen gemaakt. Dus overigens moet ik zeggen dat het geld is weg. De zorggelden structureel juist vandaag in de Tweede Kamer afgewezen zijn. Hè? Ja. Oh, dat heb je niet meegegeven. Ja, wij mogen nog gewoon werken voor ons geld, Chris. Dus vandaar, we krijgen niet half meer wat erover dacht. Geen half miljard per jaar extra voor jeugdzorg. Ja. Dat wordt nog wel vervolgd. Ja. Maar vandaag heeft de Tweede Kamer een voorstel daartoe om dat structureel te maken. Okay. Dus we hebben nu eenmalig krijgen we het in een paar tranches geloof ik geld. Ja. Maar structureel is nog niet zover. Maar daar ga ik het ook na de pauze met wethouder Paters over hebben, uiteraard. Dus ik begrijp. Wil jij nog iets zeggen over de kadernota, wat de PVV, hoe die daarin staat, zonder al je kruiden verschieten? Ja, ik vond wel dat in de kadernota heel veel dubbelingen stonden. Ja, heel veel. En dat heb ik ook tegen Robert Ros, de griffier, gezegd. Want je was aan het lezen, daar ben ik al een keer tegengekomen. Dus volgens mij kan het voor een derde minder aan papier. Ja, maar ook financieel staan er heel veel, toch best wel verdubbelingen in. Data's die niet kloppen, bedragen die niet kloppen. Ja. Ik heb vorige week vrijdag al een mail naar hun gedaan van, ik tel altijd alles op. En dus daar staat gewoon verschil tussen. Maar ik zie voldoende posten benoemd in de kadernota waar wij zeggen. Want ze zijn hier ook een beetje gek op gebiedsregisseur hier. Plattelandsregisseur, fondsenwerven, aanjager, burgerparticipatie, fondsen, ja, noem ze maar op. Klauwen met geld. Ja. En ik vraag me af of dat niet op een andere manier kan. Nou goed, het ziet eruit. Ik ga ervan uit, Erik, op het moment dat je fondsenwerven, volgens mij is fondsenwerven iemand die zelf bedrijft en extra geld binnenhaalt. Ja. En niet op jaarbasis 80.000 euro soepeert. Maar goed. Het ziet eruit dat het nog wel een aardige tweede termijn gaat worden. Maar dat moet ook. Daar zitten we erop voor. Het werd ook wel tijd ook een beetje. Ja. Een beetje meer. Ja, een beetje ingeslapen. Een beetje tam. Ja. Ja, dat vind ik wel. Ja. Je doet er alles aan, Erik, hoor. Dat merk ik wel. Maar kijk, als hij inhoudelijk ook nog een beetje sterker wordt. Ja, dan komt dat is het probleem. Als je inhoudelijk nog niet sterker wordt, dan komen we er wel. Heren, door een misverstandje met de afdeling communicatie van de gemeente had ik geen rekening gehouden dat er vanavond ook nog twee wethouders aan zouden schuiven. Daarom heb ik met jullie vooraf afgesproken dat wij ons gesprekje iets zouden inkorten en na de onderbreking dat ik verder ga met de twee andere gasten. Ja. En daarna, kijkers en luisteraars, gaan we gewoon na 8 uur door. Tot 7:45, 8:30 maximaal, om ook met de wethouders een goed gesprek te kunnen voeren. Ja, we weten onze plek inmiddels. Ja, nee, het is niet een kwestie van de plek, want de praktijk blijkt altijd dat fractievoorzitters toch vaker bereid zijn iets meer te vertellen dan een wethouder. Dat neem ik een wethouder niet kwalijk, want dat kan ik me ook voorstellen dat men niet op alles kan antwoorden. Maar voor een presentator is dat wel eens lastig. Ja. Dus wat dat betreft had ik best nog een uur met jullie door kunnen gaan. Ja, wij komen een keer weer. Wij gaan naar de kijkers en luisteraars. Ik dank jullie uiteraard voor jullie aanwezigheid. We hebben niet alles kunnen behandelen, maar toch wel redelijk een aantal. Erik, het eerste onderwerp, sport. Heb je even wat van kunnen leren. Ik hoop ook dat je me dat niet kwalijk neemt. Nee. Ik kon het natuurlijk niet maken om over het onderwerp sport met Jan Gelder niet te praten. Ook dank voor jouw begrip in deze. Kijkers en luisteraars, we gaan er even tussenuit. En na de pauze kom ik terug. En dan zitten bij mij aan tafel wethouder Marta van Abbema en wethouder Mark Paters. Tot zo.
Luisteraars, we zijn weer terug en de smoesenblazers blazen er gedurende het hele jaar lustig op los. Vandaar dat we deze vereniging ook de kans hebben gegeven om zich in deze uitzending te profileren. En ik roep de muziekverenigingen, want we hebben er nog veel meer, allemaal op om een bijdrage in te zenden. Zodat we in de onderbrekingen ook de Friese Veense Harmonie, Soli Deo Gloria, Juliana en de Harmonie Vrooms Hoop, ja, ook de gelegenheid kunnen geven om zich aan u te presenteren. En het liefst met beelden en geluid. Welkom Marta van Abbema, wethouder, en Mark Paters, wethouder. Ja. Ik ben blij met jullie aanwezigheid. En door een misverstandje ergens in de communicatie, maar het ligt ook aan mij, was ik er van uitgegaan dat er geen collegevertegenwoordiging zou zijn vanavond. We hebben dat in goed overleg creatief kunnen oplossen. Mm-hmm. We gaan na 8 uur gewoon met jullie door. Okay. Ja, we gaan niet door tot 12 uur, dat is ook duidelijk. Maar ik weet niet, is er nog een hoorzitting vanavond? Of? Ja. Volgens mij wel. Er is een hoorzitting met één inspreker. Oh, ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dat is een goed teken voor het college, neem ik aan. Want ik neem aan, als er 12 of 13 insprekers komen, dan, ja, dat is ook wel eens voorgekomen. Ja, dan, over het algemeen is het inderdaad, hoe minder insprekers. Ja. Okay. Maar goed, blij dat jullie er zijn. En ik heb zelf niet zo heel veel kunnen voorbereiden, omdat ik pas op een laat moment hoorde dat jullie kwamen. Maar ik zie en hoor veel dingen, dus ik red me daar waarschijnlijk wel ongetwijfeld mee. Ik wil beginnen met Mark, Marta. En sorry, zeker, maar ik maak een uitzondering. Vrouwen gaan in mijn beleving, want ik ben een beetje ouderwets, altijd voor. Mm-hmm. Maar behalve nu, want er zit een Nederlands kampioen bij ons aan tafel. Zo is het. En niet één keer, nee, de man is 2 keer Nederlands kampioen geworden. Mark, wil je daar eens iets over vertellen? Want wij zien die berichten voorbij komen. Maar ja. Afgelopen zaterdag in Utrecht was het Nederlands kampioenschap Sneldammen. Daar moet je je voor plaatsen via de provinciale kampioenschappen. Die waren in april. Nou, dat is gelukt. Dan speel je in een veld van 24 deelnemers 6 ronden. 6 voorronden, zeg maar. In een zogenaamd Zwitsers systeem. Dat betekent dat hoe beter je zelf presteert, hoe sterker je tegenstanders ook zijn. En de eerste 8 daarvan plaatsen zich voor de finale groep. En de tweede 8 voor de tweede finale enzovoort. En dan speel je 7 wedstrijden. En wie aan het einde van die 7 wedstrijden de meeste punten heeft, die mag zich kampioen noemen. En dat was Mark Paters? Ja, ik had de vorm van de dag. 1 remise in de finale pool en 6 overwinningen. Poeh. Dus nou, ja. Nou, leuk. En fijn dat je ook nog tijd kunt vinden buiten toch wel een redelijke volle agenda als wethouder om dit soort
Ja, professioneel is het niet, is nog hobbymatig. Maar fijn dat je je op deze wijze ook kunt ontspannen. Zie je trouwens overeenkomsten tussen de strategie en het strijdplan bepalen met Damme en je strijdplan om een voorstel binnen de Raad aangenomen te krijgen? Nou, de overeenkomst die er is, is dat je vergelijkend met het sneldammen en het gewoondammen, dat je soms snel een beslissing moet nemen. En dat je ook bij wat je doet vooraf wel probeert in te schatten, kan dit op voldoende steun rekenen. Als er mogelijk kritiek komt, waar bestaat die dan uit? Van welke hoek komt die? Maar wat je ook doet, tenminste ik doe dat, is een voorstel lezen. En dan zet ik zo af en toe nog de pet van vroeger op als raadslid. En dan lees je een voorstel en dan denk je, als ik nou nog steeds raadslid zou zijn, wat zou ik hier dan van vinden? En hoe zou ik hier dan op reageren? Dus in die zin probeer je wel vooruit te denken inderdaad. Ja. Ja, met Damme, kijk je hoeveel zetten vooruit? Nou, ik speel op een bescheiden niveau, dus een set of 4-5. Ja, dat is bescheiden, hè? Oh, ik kan maar zo. Geen idee. Ja, het is knap. Ja. We gaan het over de politiek hebben. Goed zo. We hebben nu, ja, precies. Maar ik vond het nodig om even aandacht te besteden aan deze prestatie. Want het is bijna structureel dat Mark Paters Nederlands kampioen wordt. Dit jaar twee keer. Dit jaar twee keer, dat klopt. Ja. Oh, okay. De dubbel. Hè. Hmm. En daarvoor was het ook al een keer gebeurd. Ikzelf niet. Oh, nee. Oké, okay, sorry, heb ik het verkeerd. Maar daar, dinsdagavond was er een ludieke actie van Soweco. Mm-hmm. We hebben dat allemaal meegemaakt. En dat is. De reden is een besluit genomen door het bestuur van Soweco. Wat nog wel wat reacties heeft uitgelokt. Mm-hmm. Opgeroepen, hoe je het ook wil noemen. Kun je ons eens uitleggen welke besluiten er genomen zijn, waardoor er zoveel reuring is ontstaan? Ja, ja. Nou, het enige besluit wat genomen is, dat is dat de wethouders van de 6 gemeentes, of de 6 gemeentes die aandeelhouder zijn van Soweco, laat ik het zo zeggen, eigenaar zijn van Soweco, want dat is het eigenlijk in een gemeenschappelijke regeling. Ja. Die hebben besloten om onderzoek te doen naar de toekomst van Soweco. En dan gaat het met name over het deel wat niet WSW is. En onrust, ja, het gaat om een kwetsbare doelgroep mensen, zeg maar. De sociale werkvoorziening zijn meestal mensen die zeer hechten aan vastheid, aan hun eigen vaste baan, aan hun eigen plekje. En zekerheid is voor ons belangrijk, maar voor hun nog belangrijker. En op het moment dat je gaat zeggen, wij gaan onderzoek doen naar de toekomst van Soweco, dan beginnen mensen te vrezen van, heb ik nog wel mijn werk straks? En dan kunnen wij natuurlijk wel de mensen geruststellen en zeggen van, jullie houden je werk. Ja. Want je hebt garantie op werk. Dat is wel duidelijk gecommuniceerd. Dat is ook zo, maar het voelt voor hun anders. Ja, de OR, Martin, sorry dat ik je even interrumpeer, maar de OR, ik heb dat ook gevraagd in een klein interviewtje vooraf met de inspreekster. Kwam goed uit haar woorden. Dat is keurig, hoor. Zeker. Keurig verwoord. Ja, ja. Maar die vindt eigenlijk dat het niet zozeer om de lonen en de garanties van die mensen hun werk gaat. Mm-hmm. Het gaat in haar optiek gaat het veel breder. Mm-hmm. En dat is dat wij zeg maar een aantal jaren geleden, toen er twee gemeentes dreigden op te stappen uit de gemeenschappelijke regeling, het er volledig mee eens waren dat Soweco andere wegen zou inslaan om meer gelden te kunnen genereren als maatschappelijke onderneming. Ja. Dat doen ze nu. Mm-hmm. De cijfers wijzen het uit. Mm-hmm. En je hebt dinsdagavond ook heel duidelijk gezegd van, we zijn heel tevreden over de ontwikkeling van Soweco. Mm-hmm. Maar nu zeggen jullie als bestuur, ja, we willen onderzoeken of wij nog een rol kunnen spelen in deze maatschappelijke onderneming. Ja, ik snap dat het lastig is. De gemeentes hebben in 2017 inderdaad gezegd, de maatschappelijke onderneming, hè, dus dat is het deel wat niet sociaal werkvoorzieningschap is eigenlijk,
De maatschappelijke onderneming moet 3 jaar de kans krijgen om door te groeien naar een zelfstandige onderneming. Waar de gemeentes toen nog niet een uitspraak over gedaan hebben of zij daar aandeelhouder van wilden worden. Want nu is het zo dat de gemeentes 100% aandeelhouder zijn van die maatschappelijke onderneming. En die vraag hadden de gemeentes nog niet beantwoord. Dat hebben de gemeentes nu wel gedaan. De 6 gemeentes hebben gezegd van wij willen geen aandeelhouder blijven van die maatschappelijke onderneming, omdat wij dat niet als onze core business zien. Het is eigenlijk een commerciële onderneming, wel een maatschappelijke onderneming, maar ook met commerciële activiteiten en dat is geen gemeentelijke taak. Maar dat is wat de gemeentes gezegd hebben. Mag ik daar direct op inhaken? Ja? Het was dan een ander onderwerp wat ook nog aan de orde komt. Maar wij zijn wel aandeelhouder geworden van Zonnepark Oosterweilanden BV. Mm-hmm. Bewust. Mm-hmm. Je zou ook kunnen zeggen dat dat een maatschappelijke onderneming is. Want daar ligt ook een doelstelling achter dat we met de winsten een duurzaamheidsfonds gaan vullen. Ja. Die keuze hebben wij als gemeente wel gemaakt. Zeker. En nu maak je als gemeente dus een afweging of dat wel onze core business is. Ja. Waarom bij het ene geval maak je die afweging wel? Mm-hmm. En bij het andere dus kennelijk niet, want we zijn daar aandeelhouder van geworden. Ja, dat heeft er alles mee te maken. Welke doelen wil je ermee bereiken? Nou, voor het zonnepark is het gewoon duidelijk. Het doel wat wij ermee willen bereiken, dat is dat we een deel en een flink deel van de verdiensten van het zonnepark, dat we dat niet naar projectontwikkelaars willen doen. Hè? Want projectontwikkelaars zijn tuk op zonneparken, omdat er heel veel winst in te halen valt. En wij hebben gezegd van die winst, die willen wij zelf houden. Want dan kunnen wij de duurzaamheid in onze eigen gemeente stimuleren. Dus via dat duurzaamheidsfonds. En dat betekent ook dat je als gemeente daar heel dicht op zit, dat je dus ook goed kunt sturen. Daar waar het gaat om de maatschappelijke onderneming, zijn wij wel aandeelhouder, maar aandeelhouders kunnen niet sturen in een onderneming. Dat doet een directeur en dat doet een raad van commissarissen. Nee, ja, zo is het wel. Ja, maar in een aandeelhoudersvergadering, als je de meerderheid van de aandeelhouders achter je hebt staan, heb je wel een belangrijke stem in het kapitel. Zeker, je hebt een stem, maar je kunt niet sturen in de onderneming, want dat is niet jouw taak. Daar ga je niet over als aandeelhouder. Natuurlijk heb je veel invloed en kun je veel dingen zeggen, maar iedereen moet wel zijn rol kennen. En op het moment dat Soweco NV, hè, dus de maatschappelijke onderneming, morgen gaat zeggen, wij nemen 50 mensen aan omdat wij heel veel extra taken gaan doen, dan is dat voor ons als gemeentes heel moeilijk om dat tegen te houden. Terwijl we er wel voor moeten betalen. Ja, nou ja, je kan natuurlijk over het zonnepark kan je zeggen, ja, dat doen wij omdat we de projectontwikkelaars buitenshuis willen houden en zelf die gelden willen genereren. Mm-hmm. Voor een doel, hè? Ja, voor een doel. Ja, maar dat is ook dat doel, daar gaat het om. Maar Soweco is ook opgericht met een doel. Zeker. En dat doel was de mensen met een beperking sociaal werk te laten verrichten, laat ik maar eventjes. Maar dat blijven we doen. Ja, alleen het is heel lastig en misschien begrijpt dus niet iedereen dat. En mm-hmm. moet dat dan misschien nog wel beter uitgelegd worden. Er wordt nu gedacht, ja, de gemeenten trekken zich daarvan terug. En dan is de angst bij die mensen, en dat heb je dus wel getracht te verwoorden. En misschien ben je daar ook wel in geslaagd hoor. Dat, mm-hmm. Maar die leeft wel. En we hebben 2 jaar geleden, in 2017, hebben wij dat niet aangegeven. Nee, toen hebben we ons hard gemaakt, Soweco moet blijven bestaan. Maar Soweco blijft ook bestaan. Ja, maar niet in de huidige vorm. Nee, niet in de huidige vorm. En dat is lastig uit te leggen, dat laat is, ik het zo zeggen. Dat is op zich niet zo lastig uit te leggen, maar je moet je natuurlijk wel realiseren dat een deel van de mensen die nu bij Soweco werkt, die is het daar ook niet mee eens. Want het gaat ook over hun baan, over hun onderneming. Ja. Hè, dus daar vind je wat van. Als jij bij een bedrijf werkt en dat bedrijf gaat voor de helft opgedoekt worden, dan vind jij daar ook wat van. En dan vindt jouw ondernemingsraad daar ook wat van. Maar goed. En dat mag. Ja, nee, natuurlijk dus mag dat. En je hebt alle ruimte om daar je ongenoegen over kenbaar te maken. Ik vond de actie vond ik ludiek. En ze hebben zich netjes gedragen. En dat ze klapten na het inspreken. Ja, dat kan je die mensen ook niet kwalijk nemen. Nee, in mijn beleving. Het was ook niet van tevoren gezegd dat het verboden was. Mm-hmm. Vond ik. Maar goed. Ze wisten het wel, maar het is wel heel verleidelijk om te klappen. Ja, zelfs raadsleden. Goed. Dus de mensen, nog één keer voor de duidelijkheid, de mensen hoeven zich
de betrokken mensen waar wij eigenlijk ons voor hard maken en druk maken, die hoeven zich geen zorgen te maken. Baangarantie en loongarantie, maar geen garantie dat er niks gaat veranderen. En daar ben ik ook wel heel duidelijk in. Goed zo. Ja. Nee, maar dat is duidelijk. Daar hou je het dan wel van? Ja, daar van duidelijkheid daarom. Je was ook heel snel klaar, vond ik, dinsdagavond. Ja, alleen maar zeggen, er loopt een onderzoek naar de maatschappelijke organisatie. Of wij daar een rol in blijven spelen of niet. Ja. Nou ja, goed, dat wordt vervolgd. Er zijn genoeg vragen gesteld. Dus dat dit onderwerp nog een keer besproken gaat worden. Maar en dat je dan wat langer antwoord moet geven, denk ik, ben ik ook van overtuigd. Maar jij ook wel, denk ik. Dat gaat ook wel terugkomen, ja. Mark, de sport zal je niet... verbazen dat ik het daar met je over wil hebben. Hebben we ook dinsdagavond over gesproken. De kostendekkendheid van de sport is al jarenlang eigenlijk een onderwerp waar over gesproken wordt. De lobby van het sportplatform is de afgelopen jaren, laat ik het maar gewoon zeggen, in mijn ogen succesvol geweest. Er zijn wel eens meer voorstellen gepresenteerd om iets te doen aan die kostendekkendheid. Maar op welke wijze dan ook, maar het sportplatform is er altijd bij betrokken geweest, is dat nooit geconcretiseerd. Ben je het in zoverre met deze inleiding, kan je daarin vinden? Of ik zie je een beetje bedenkelijk kijken, dat mag. Nou ja, nooit geconcretiseerd. Wat je moet realiseren. Indexering, sorry. Maar... Nee, maar nee, de indexering raakt aan tarieven. Maar de bezuinigingsopgave die door een vorige raad is vastgesteld, die is door diezelfde raad... Want initieel is dat bedrag, die 50.000 euro oplopen naar een ton, door de raad vastgesteld. Ja. En daarna, door inderdaad onder andere het werk van het sportplatform, is die bezuiniging steeds gepauzeerd. Ja. Maar die is nooit verdwenen. Maar effectief is het nooit. Nee, dat zal. Maar ondertussen staat die nog wel steeds keihard in de begroting. En staat die wel, ligt die wel op het bordje van deze wethouder toen ik exact een jaar geleden voor het eerst mijn kantoor binnenstapte. Dus die lag er wel. Ja. En daar moest wel wat mee. Ja, van die opdracht die er lag van 100.000 euro... dat is nu teruggebracht naar 48.000. Ja, dat klopt. En zoals ik het heb begrepen, en zo niet, dan moet je me corrigeren, maar dat zul je ook ongetwijfeld doen, is dat in, laat ik het zo zeggen, goed overleg met het sportplatform gegaan. Hoewel ze er waarschijnlijk niet of juichend tegenaan kijken. Maar men begrijpt ook wel dat als er 8 jaar lang buiten de indexering om eigenlijk niets gedaan is, en nog steeds de tarieven ten opzichte van de omliggende gemeenten bij ons aan de lage kant zijn, en er ooit is een keer gezegd dat moeten we eigenlijk in relatie met elkaar gaan brengen, dan is het niet onlogisch dat er nu eindelijk deze wethouder er werk van maakt. Nou, ik ben blij dat je het niet onlogisch vindt. Inderdaad, we hebben gekeken naar omliggende gemeenten. En je merkt ook dat in die zin bij het sportplatform er ook wel realisme is. Want wij realiseren ons dat we eigenlijk onze... Ik geloof dat een van de mensen van het sportplatform zei... we moeten onze zegeningen tellen en blij zijn dat we de afgelopen 8-9 jaar... niets qua tariefsverhoging gehad hebben. Tegelijkertijd realiseer je wel dat als je het überhaupt... op één lijn wil brengen met omliggende gemeenten, dat je dan over hele andere tariefsverhogingen hebt dan waar we nu over spreken. Ja. En juist omdat we dat niet willen, want dat zou echt te veel zijn, hebben we ook geprobeerd in overleg ook met het sportplatform om stapsgewijs die tarieven te verhogen. Daarmee geef je sportverenigingen ook de mogelijkheid en de tijd om te wennen en om vooruit te rekenen en te kijken van wat betekent dat nou over 3 jaar of over 2 jaar voor onze begroting. En hoeveel meer zijn we kwijt en wat moeten we dan doen om dat gat wat er dan misschien ontstaat te vullen. En die tijd hebben ze nu en daar hecht ik zeer aan dat ze daar ook op een goede manier met elkaar mee om kunnen gaan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar binnensportverenigingen. Ja, misschien moeten we die wel samen optrekken om te kijken van kunnen we gezamenlijk sponsoren vinden. En dan de pot verdelen, zeg maar. Dat zou best een optie kunnen zijn. Eurosport doet het wel, hè? Ja, ik hoorde je dat net ook zeggen. Ja. En ik vind dat onvergelijkbare grootheden. Want Eredivisie Damesvolleybal
is per definitie aantrekkelijker dan ja, dan het ging mij meer om de vorm dan om de opbrengst. Ik begrijp dat je als Eredivisie meer sponsoren kan aantrekken, maar de vorm die Eurosport doet, volgens mij ook met een groot scherm, zou je ook voor de sporthallen kunnen doen. En een mooi groot scherm voor algemeen gebruik en met een USB-stick je eigen sponsoren promoten, is natuurlijk niet zo gek gedacht. Nee. En vroeger werd altijd gedacht, ja, maar hoe moeten we dan met reclameborden gaan ophangen? Hoe krijgen we de mensen? Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Dus het kan digitaal met een USB-stick. Deze tijd biedt inderdaad andere mogelijkheden. Maar hoe sportverenigingen daarmee omgaan, ja, dat is vooral aan hun. Maar dat die mogelijkheden er zijn, dat is waar. Ja. En ik weet dat er volgens mij van Zoop ook wel over gesproken wordt om dat soort dingen eens te bekijken en te onderzoeken. Nou, ik hoop dat het lukt. Ja. Ja. Het CDA heeft dinsdagavond gereageerd. Dat was een inbreng van Jan Kuilder, maar hij kon hem door trieste omstandigheden niet zelf uitspreken. Maar dat was duidelijk. Het CDA vindt deze voorstellen niet goed onderbouwd. En ik citeer, niet goed onderbouwd, te prematuur en onvolledig. Ik neem aan dat jij het daar niet mee eens bent. En kan je dat eventjes, maar je was er al mee begonnen, maar nog even duidelijk maken waarom je dat die mening niet deelt. Dat kan. We hebben gezegd, het voorstel is klaar voor zover het nu klaar is. Dat betekent dat we in elk geval de tarieven in beeld hebben en wat dat betekent. En dan kun je, en ik hoorde Jan Kuilder dat zojuist zeggen, ja, de tarieven stel je vast bij de begroting, dat klopt. Maar het zou bijna getuigen van onbehoorlijk bestuur als je het weet en als je vervolgens het niet meldt. Bovendien is uiteindelijk de kadernota de plek waar we aangeven. Dat is het meest richtinggevende document wat wij in gemeenteland kennen. Veel meer richtinggevend dan de begroting. Ja, zeker. Hoewel in Twenterand het vaak andersom is en de begroting belangrijker wordt gevonden dan de kadernota. Maar de kadernota is eigenlijk de plek waarin je dit soort voorstellen laat landen. Maar dat doen wij niet. Jawel, dat doen we wel. Want in de kadernota staat precies opgeschreven hoe wij deze tariefverhoging dekken, hoe wij ook het gat wat er ontstaat oplopend naar die ton, hoe we dat dekken, dat doen we voor een deel incidenteel, dat doen we voor een deel structureel, dat staat er allemaal precies in. Maar wel 25 juni gaan we daar een besluit over nemen, over de kostendekkendheid. Wij nemen een besluit over de kostendekkendheid, maar de dekking daarvan, die staat niet in het voorstel. Nee, okay. En dat maakt integraal onderdeel uit van de kadernota, dus ik zie het probleem niet. Maar het had ook wel bij de kadernota gekund. Ja, dat kan. Maar je weet tegelijkertijd ook dat dit een onderwerp is wat zeker in het verleden best veel stof heeft doen opwaaien. Wat vaak onderwerp was van lange discussies. En ik was er zelf bij. Ik was er onderdeel van. Ik heb er ook al meegedaan. Wij hebben daarmee de Raad ook de gelegenheid willen geven om, zo men hier iets van vond, om dat ook op een goede, ordentelijke manier te kunnen doen. Ja. En dan kijk je naar de kadernota, die is heel breed. En dan denk je van nou, als we het nu klaar hebben, waarom zouden we dan wachten? Dat is de reden dat we het nu gedaan hebben. En als de meerderheid en het rondje is even gedaan. Nee, oké, maar ik hoorde vanavond daar, volgens mij was Jan Kuilder of Erik Veldmeijer, ik weet het niet, ook iets van zeggen. Weet je, ik verschuil me daar niet achter, maar de Raad is de baas. Als de Raad in haar wijsheid besluit 25 juni niet het besluit te nemen, maar het te betrekken bij de behandeling van de kadernota. Daar heb je een punt. De voorzitter heeft het rondje gemaakt. En er waren geloof ik twee partijen die zeiden nee, dat hoort bij de kadernota. En de rest zei van, dat maakt ons niet zoveel uit. Ja, daar ga je er niet zoveel mee. Dan gaat het door zoals jullie het voorgesteld hebben. Dat begrijp ik ook wel. Ik heb alleen de SGP en de PVV horen zeggen behandelen bij de kadernota. Ja. Overige partijen, GBT zei 25 juni, dat zei ChristenUnie volgens mij ook. En de andere partijen zeiden van, het maakt ons niet uit. Nee, het is geen verwijt naar jou toe. Ik constateer dat is wat gezegd is. Ja. Goed, om mensen meer te laten bewegen zouden WMO-gelden worden ingezet. Daar staat in het voorstel niets van. Nee, daarom heet het voorstel ook kostendekkendheid verhogen, kostendekkendheid sport. Ja. En je weet dat wij onze nieuwe integrale beleidsnota hebben aangenomen, waarin ook dit soort dingen aan de orde komen. En we hebben het niet voor niets ook in ons coalitieakkoord opgeschreven. Dus dat we daarmee aan de slag gaan, dat is een ding dat zeker is. Ja. Maar
Je moet je wel realiseren dat op het moment dat ik met het sportplatform in gesprek ging, die bezuiniging oplopend naar een ton, voor het sportplatform een beetje als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hing. Dan kun je twee dingen doen. En dan kun je zeggen van, laten we nou eerst eens dit gaan doen en rust creëren, zowel bij de sportverenigingen als bij het sportplatform. En zorgen dat we op een goede, en dat zijn we echt, op een goede constructieve manier met elkaar in gesprek zijn. En dan kunnen we daarna op een andere manier kijken van, wat kunnen sportverenigingen nou nog doen? Kijkend naar bijvoorbeeld WMO, kijkend naar de bredere opgave in het sociaal domein. Als je namelijk, terwijl je spreekt over een bezuiniging oplopend naar 100.000 euro... en aan de andere kant zegt, oh ja, en we willen ook graag dat u nog heel veel mee gaat doen, ja, dan hoef je geen atoomgeleerde te zijn om te weten dat de kans van slagen van die gesprekken heel erg klein is. Ja. Dus soms moet je de dingen in de juiste volgorde doen. En dit is voor zowel sportplatform als deze wethouder de juiste volgorde. Oké, okay. Nou ja, duidelijk uitgelegd. Dank daar wel. Is dit programma ook voor bedoeld. Marta, het zonnepark Oosterweilanden, ik kan er niet omheen. We hebben het al even in de vorige discussie genoemd. Jawel, zo groot is het niet, daar kun je best omheen lopen. Daar ben je wel even mee bezig, hè? Ja. 14 hectare. Ja. En ook in voetbal, hè? Je komt nog een keer kijken daarover? Zeker. Oké, okay, graag. Het zonnepark Oosterweilanden kon niet op 1 mei 2019 stroom gaan opwekken en aanleveren aan 3000 huishoudens in Twenterand. Klopt. Dat was oorspronkelijk de planning. Mm-hmm. En ik neem aan dat daar ook in de begroting rekening mee gehouden is. Want dat was het uitgangspunt. Mm-hmm. Door zeg maar de inkoop. Door het feit dat de inkoop van de zonnepanelen niet gegaan is zoals het zou moeten gaan. Niet volgens bestek. Niet volgens het bestek. Mm-hmm. Is er een vertraging ontstaan. Mm-hmm. En dat betekent dat we nu 6 maanden uitlopen, ongeveer 5 maanden. Nee. Voordat we daadwerkelijk stroom kunnen leveren, 4 maanden. September. Nou ja, dan is het 4 maanden. Ja. Dat scheelt nog. Mei, juni, juli, augustus, september. 5 maanden. Mm-hmm. Toch? Ja, het was niet 1 mei. Het was, 1 mei zijn je eigen woorden. Ja. Inderdaad, stroom leveren. Ik heb het nagekeken. Ja. Stroom leveren. En omzet genereren, hè? Dus inkomsten voor het. Maar daar zijn we dan toch over eens. Ja, nee. Het kan best zijn dat ik dat een keer gezegd heb. Voor 1 mei. Toen het besloten is. Ja, nee, klopt. Dat kan hoor, zeg maar. Maar het is later. Wat later geworden? Is een maand. Ja. Is het, hè, dus dat scheelt ook alweer. Dus maar nu september. De begroting is opgesteld uitgaande van 1 mei, Marta. Ja, laten we gewoon elkaar daar niet op zoeken. Ik vind het helemaal prima. Dat is duidelijk. Uiteraard, de aannemer moet opdraaien voor die kosten van die nieuwe panelen. Want hij moet gewoon leveren volgens bestek. Mm-hmm. En wat hij met die oude, verkeerde, in onze ogen verkeerde panelen doet, is zijn zorg. Ja, het zijn geen verkeerde panelen. Nee, maar ze hebben de opbrengst niet die in het bestek staan. Dat is het. Hè? Ah, dus okay. Volgens het bestek zijn het verkeerde panelen. In het jargon heet dat dan A- en B-kwaliteit. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel realiseren dat de meeste mensen ook B-kwaliteit op hun huis hebben liggen. Ja. Ik heb ze ook en dat zijn uitstekende panelen. Jawel, maar goed. Wat het bestek vroeg. Nee. Okay. Ja. Want wij gaan wel voor de maximale opbrengst. Ja. Nee, maar daarvoor staat het ook in bestek. Anders had je ook geen bestek nodig. Dus het is niet zo van dat het ondeugdelijke panelen zijn. Dat wil ik gewoon toch even rechtzetten. Ja. Ja, okay. Nee, maar dat heb ik niet gezegd. Nee, het zijn de verkeerde. Het stond in een van onze weekbladen dat het ondeugdelijke panelen waren. Dus dat wil ik gewoon toch even rechtgezet hebben. Ik kan hebben. Me niet voorstellen als je de Twenterander ook als een van de weekbladen. Daar stond het niet in. Mm-hmm. Ondeugdelijk. Mm-hmm. Nou, ik heb het wel gelezen, maar goed. Maakt niet uit. Daar gaan we het hier niet over hebben. Nee. verkeerde stond daar. Mm-hmm. En volgens bestek zijn ze verkeerd. Goed, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. En het gaat mij ook niet over of het 5 maanden is of 6 maanden. Maar er is vertraging ontstaan. Mm-hmm. Vertraging die niet verwijtbaar is aan de wethouder of aan de gemeente. Mm-hmm. Dat is ook duidelijk. Ja. Alleen we worden er wel mee geconfronteerd. Mm-hmm. En de aannemer, dat heb je aangegeven ook in de raadsvergadering, mm-hmm. gaat uiteraard die kosten van die panelen vergoeden. Ja, dat zijn kosten voor hem.
Want hij heeft eerst geprobeerd B-panelen te leveren en hij moet nu ineens A leveren. Dus... Ja, weet je, hoe hij dat doet, maakt dat is aan hemzelf daarin. Ja. Hè? Dus nee. daar gaan wij ook niet over. Waar we wel over gaan, is dat we dus 5 maanden geen inkomsten krijgen, terwijl dat wel begroot is. Mm-hmm. De kosten lopen door van dat traject. We moeten pacht van de gronden betalen. We hebben renteverplichtingen, noem maar op. Mm-hmm. De vaste kosten lopen 5 maanden door, misschien wel 6. En in die periode hadden we gerekend om omzet te genereren en we genereren het niet. Normaal gesproken is er in een contract, wat je afsluit met een aannemer, een boeteclausule opgenomen. Mm-hmm. Want daar staat een opleveringstermijn in genoemd. Mm-hmm. Ik heb het contract niet gezien, dat hoef ik ook niet te zien. Ja. Maar daar zou wel ergens in staan, 1 mei 2019, of misschien die maand later, 1 juni 2019, opleveren. En wie is verantwoordelijk en wie neemt en hoe hoog zijn die kosten, waardoor wij dus 5 maanden lang geen inkomsten hebben, maar onze kosten wel doorlopen. In dit geval betekent dat de opbrengsten inderdaad wat later gerealiseerd worden, zeg maar. Hè? Dus dat je, maar dat hebben we natuurlijk eerder gedaan. Sowieso in de realisatie van het park zijn er natuurlijk ook allerlei kosten gemaakt. Maar daar heb je rekening mee gehouden in de begroting. Zeker, zeker. Maar goed, die worden natuurlijk ook verdisconteerd in de opbrengsten daarvan. En het feit dat we dus later beginnen met produceren, met de productie van stroom. Ja. Dat wordt ook verdisconteerd uiteindelijk in het totale financiële plaatje. Want het betekent wel dat de productie, die loopt iets naar achter. En die loopt een paar maanden naar achter, maar dan gaat die ook langer door. Hè, dus we hebben ook uitstel van de SDE-subsidie. Hè, want dat is natuurlijk een belangrijke... Daar heb ik het niet over. Het is wel een belangrijke inkomstenbron natuurlijk, hè, van een zonnepark. Zeg maar. Dat is ook een deel van de stroomopbrengst. En daar hebben we uitstel van. Dus betekent ook dat we langer een aantal maanden langer gebruik kunnen maken van die SDE-subsidie. Ja, want die stopt op een bepaald moment. Dus dat betekent dat we gewoon wat later beginnen met de productie. Maar uiteindelijk maakt het voor het kostenplaatje niks uit. Jawel, daar ben ik het niet mee eens. Dat is dan die jammer. Kosten heb je wel gemaakt. Ja. Dus je begint met een hogere kapitaallast dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ja. Maar begrijp ik uit je woorden, want dat wordt een technische discussie, een boekhoudkundig. Mm-hmm. Maar begrijp ik uit jouw woorden dat er dus geen boeteclausule in het contract is opgenomen? De kosten die er gemaakt worden doordat we dus wat later beginnen met de productie, die worden verdisconteerd in het businessmodel. Dat is alles wat ik erover wil zeggen. Dus er is geen boeteclausule? Dit is alles wat ik erover wil zeggen. Jawel, oké, dat begrijp ik. Maar dan concludeer ik, Marta... Ja, nee, dat is jouw conclusie. Ja. Ik zeg, de kosten worden verdisconteerd in het businessmodel. En ik heb gezegd, we beginnen later met de productie, maar we gaan daar ook langer mee door. Dat betekent dat de eindprijs voor de consument hoger wordt? Nee. Ja, dat is een boekhoudtechnisch probleem, maar je begint met een achterstand en die moet je in gaan lopen. Ja. Begrotingstechnisch, dus die moet ergens vandaan halen. Ja, nee, maar je loopt ook langer door met de productie. Hè? Je kunt langer produceren, dus daar zitten ook inkomsten in. Maar je rentekosten zijn hoger. Die moeten ergens vandaan komen. Maar goed, ik kan niet anders dan concluderen. Jij wil geen antwoord geven, en dat mag hoor. Je gaat over jij antwoord. Dit is het antwoord wat ik geef. Ik weet niet anders, en ik loop al een tijdje mee, dat er in elk contract wat je met een aannemer afsluit voor de bouw van je huis of voor de bouw van wegen of van bruggen, noem maar op, dat er altijd een opleveringsdatum genoemd wordt. Mm-hmm. En als die opleveringsdatum niet gehaald wordt door de aannemer, heeft dat consequenties. En die consequenties, die moet dan de aannemer... Ik snap dat het een hele interessante discussie is. Wat je normaal gesproken doet, hè, als je een opdracht hebt weggezet. Iemand wil voor jou wat realiseren en het loopt anders dan bedoeld is. Dan ga je met elkaar in overleg en je probeert er eerst in gezamenlijkheid ook uit te komen. En dat is wat wij ook gedaan hebben. Want uiteindelijk wil ook de aannemer, die wil gewoon realiseren. Die wil graag dat hier een mooi zonnepark komt. En wij willen graag dat wij het in productie kunnen laten nemen daarin. Hè, dus dat overleg is gelukkig gewoon goed afgelopen. Want wat we uiteindelijk niet willen is dat je in juridisch gevecht met elkaar komt. Nee, want daar wordt niemand beter van. Dus ik ben heel blij dat we dit hebben kunnen oplossen met elkaar. Ja, maar kijk, het lijkt mij logisch, Marta, dat als een aannemer zich niet houdt aan de voorwaarden in het bestek, dat je niet blij hoeft te zijn dat hij dat oplost. Nee.
Dank je de boekhoek, dat moet hij oplossen. Ik ga je ook niet vertellen hoe dat overleg verder verlopen is. Maar uiteindelijk is het resultaat belangrijk. En dat is dat we eruit zijn gekomen om een oplossing te bedenken met elkaar. Goed. Waar ik heel content mee ben. Ja, oké. Okay. Ik denk dat dit ook nog wel besproken gaat worden, neem ik aan. Want er zijn kosten mee gemoeid waar we niet op gerekend hadden. En iemand moet dat gaan betalen. Ik kan het niet anders zien, maar dat is mijn mening. Ja. Sociaal domein, Mark. Mm-hmm. Maar dan zit je er maar bij aan luisteren. Je wilde nog iets zeggen, maar... Nee, ik laat het hierbij. Oké. Okay. Tenminste niet wat sociaal domein betreft, maar... Nee. Ik weet niet dat valt onder jouw portefeuille. Hoeveel tijd, hè? Want ik moet eigenlijk zo wel weg. Ja, 8:30. Kan, ja, 8:30. Ja. Ik moet even eerder weg eigenlijk. Ik had 7:45 gerekend. Ja, dus, ja. Het was net zo gezellig met je, Marta. Ja, zeker. Wil je liever... Ja, ik wil eigenlijk vertrekken, ja. Heeft toch niets met dit onderwerp te maken? Nee. Laten we dat eventjes duidelijk afspreken. Marta, natuurlijk, ik hou je niet tegen. Ja. Ik ben blij dat je er bent. En jij nog, kunnen wij nog even 5 minuten door even staan? Ja, hoor. Ja, geen probleem. Even je... Vertel ik even dat dingetje af, toch? Bedankt voor je komst, Marta. Graag gedaan. En we spreken elkaar binnenkort weer. Ja, oké, dankjewel. Ja. Goed zo. Mark. Ja. Het sociaal domein, dat valt onder jouw verantwoordelijkheid en dat is een probleem. Waar je mee opgescheept zat en zit. Mm-hmm. Hoewel er wel wat gebeurd is ondertussen. Er zijn eenmalig gelden toegewezen aan het sociaal domein. En volgens mij in totaal krijgt Twenteman 3,3 miljoen of ergens in die buurt aan geld. En dat is ongeveer net het verschil in de begroting. Als we dat niet gehad hadden, hadden we een negatief resultaat gehad van rond dat bedrag. Past me niet aan op de euro, maar ergens heeft dat een relatie met elkaar. Ja, dat klopt. Als je kijkt, ik denk dat je even het verschil nu maakt tussen de jaarrekening, waar inderdaad de 3,3 miljoen eenmalige uitkering uit het Fonds Tekortgemeenten, of de Stroppenpot zoals die is gaan heten, die is nu verwerkt in de jaarrekening. En daardoor heeft de jaarrekening een positief resultaat. Anders zou die volgens mij 16.000 euro negatief zijn. Oh, ja. Dus dat valt op zich ook nog mee. Dus dat is wat afgelopen jaar gebeurd is. En nu is aangetoond dat de problemen structureel zijn. Dat de volumegroei bijvoorbeeld in de jeugdzorg 12,1% is, landelijk gemiddeld. En dat is ook de reden dat de VNG heel erg hard en echt heel erg hard heeft onderhandeld met minister De Jonge, maar later zelfs ook met de minister-president en met de minister van Financiën. En dat heeft erin geresulteerd dat in elk geval de komende 3 jaar er lucht komt. 420 miljoen voor dit jaar en dan 2 keer 300 miljoen voor de jaren daarna. Maar dat is nog steeds incidenteel geld. En de gemeenten hebben behoefte aan een structurele oplossing. En die is er nog steeds niet. Nee. Er komt nu wel een soort van arbitrage. En hopelijk gaat die ertoe leiden dat er structureel meer geld komt. Want wat je ziet, is dat gemeenten, toen de decentralisatie gekomen is, gezegd hebben tegen het Rijk, wij kunnen het beter. Wij kunnen het goedkoper. En dat is ook echt zo. Maar doordat gemeenten het beter doen en dus sneller die jeugdigen vinden die problemen hebben, zie je ook dat er een stijging is van een volumegroei in de jeugdzorg. En daar is door het Rijk geen rekening mee gehouden. Dus dat veroorzaakt het enorme tekort waar heel veel gemeenten met te kampen hebben. Ja. Jij speelt daar toch een... uiteraard speel je daar als wethouder een rol in. Maar je speelt daar ook binnen het VNG nog een speciale rol in. Hè? In de contacten tussen VNG en de minister, zeg maar. Ja, die gesprekken heb ik zelf niet gedaan. Mm-hmm. Dat is wel Eelco Ehrenberg uit Enschede onder andere die dat gedaan heeft. De wethouder van Rotterdam, Sven de Langen en Leon Meijer, die is wethouder in Ede. Die hebben met z'n drieën de onderhandelingen gedaan. Maar uiteraard in de VNG-commissie bespreken we dit ook en geven we ook aan van wat wil, wat niet, welke richting willen we meegeven. Is wat nu op tafel ligt voldoende, ja of nee? Nee. En dat is bijna... een duivels dilemma, hè? Want je kan zeggen van het is niet voldoende, want niet structureel, dus wijzen we dit af. Maar dan heb je helemaal niks. Nee, dat klopt. Dus dit is iets, maar we zijn er nog niet. Ik zag toevallig een persberichtje vanmiddag voorbij komen.
geen 500 miljoen per jaar extra voor jeugdzorg. Er schijnt een motie van Fleur Agema van de PVV afgewezen te zijn, die opriep voor structureel geld voor de jeugdzorg. Dat wil niet zeggen dat het helemaal van de baan is, maar in ieder geval heeft de Kamer het voorstel zoals de PVV het verwoord heeft afgewezen. Ik weet de reden niet. En jij weet het ook niet? Nou, ik vermoed. Kijk, in de deal die nu gemaakt is tussen het Rijk en de VNG, daar zit die arbitrage in. En dus een onafhankelijke commissie die kijkt van hoe zit het nou met die volumegroei en wat moeten we daarmee? En ik neem aan dat een meerderheid van de Kamer wacht op de uitkomst daarvan. Ja, ja. En dan zal bekijken van... Dit was iets te prematuur om... Denk ik, ja. Okay. Nee, duidelijk. Ik zag het voorbij komen en ik denk, nou, ik neem het toch even mee. Ja. Want het heeft met dit onderwerp te maken. Mark, we hebben het er al eens meer over gehad, hoor. Ik heb persoonlijk het gevoel dat je als een vis in het water voelt als wethouder van de gemeente Twenterand. Dus eigenlijk is het een overbodige vraag om te zeggen, klopt dit gevoel? Want ik zie je ook weer glimlachen. Dus dat gevoel klopt wel. Maar waar ligt de stip op de horizon voor jou in de nieuwe carrière? Heb jij überhaupt al een stip op de horizon voor jezelf gesteld? Of is dat ook te prematuur, om maar weer even bij het woordje prematuur te blijven? Ach, weet je... Je begint exact een jaar geleden, begin je eraan en dan moet je eerst eens ontdekken van hoe gaat dat. En dan merk je heel snel dat dit eigenlijk het allerleukste is wat je ooit gedaan hebt. Dat is het nog steeds. Ja, dat zie ik. Ga elke dag met ontzettend veel plezier ga ik naar het gemeentehuis of waar dan ook naartoe. Volgende week mag ik weer naar Den Haag om met de minister van OCNW te spreken over laaggeletterdheid, om maar eens wat te noemen. Dus... het is ontzettend afwisselend, maar jij weet net zo goed als ik, Chris, dat als er één ding is wat je in de politiek niet moet doen, dan is het plannen. Want ook daarvan kennen we de voorbeelden en misschien wel de recente voorbeelden, ja. Hoe anders dat dan kan gaan. Dus heb ik een stip op de horizon? Misschien wel, maar als ik hem zou hebben, dan zou ik hem niet vertellen. Dat is niet verstandig. Nou ja, laat ik dan dit van zeggen, dat ik verwacht dat we... Ergens in het politieke klimaat, dat kan overal zijn wat mij betreft, we Mark Paters nog wel tegen zullen komen. Ik hoop dat nog wel mee te maken. En dan kan ik zeggen van ja, maar ik was toen niet begon. Maar en dat doe ik niet om te slijmen, maar je straalt het gewoon uit. Je hele houding is van, ja jongens, wie doet me wat? Dat vind ik ook al goed, want je moet ergens voor staan als wethouder. Je moet het verdedigen. Maar de glimlach, die is bijna altijd aanwezig. Klopt. Ja. En mag ik dan nog een keer van de gelegenheid gebruik maken om... want het wordt vaak vergeten en ik vind het niet terecht. Om onze ambtenaren toch echt eens een keer, nog een keer het compliment te maken. Want er wordt... ontzettend hard gewerkt. Er zijn echt gebieden waar we zitten te springen om mensen, waar we ook op zoek zijn naar mensen. En als ik zie dat we met relatief weinig mensen het resultaat wat we halen en hoeveel creativiteit erin zit, die gelukkig ook steeds meer weer boven komt drijven, dan ben ik daar oprecht trots op. Okay. Het is 8:30. Heb jij nog iets in een paar zinnen waar we het niet over gehad hebben, wat je nog aan de kijkers en luisteraars kwijt wil? Nee. Of het moet zijn dat ik merk dat we steeds meer verbinding maken in Twenterand. Dat kan zijn tussen verenigingen en stichtingen. Dat kan zijn tussen mensen onderling. Maar ik merk dat we loskomen van het eilanddenken, zeg maar. En dat mensen steeds meer zien van, hey, als we het samen doen, dan kunnen we inderdaad veel meer bereiken. En het is heel mooi om dat van nabij mee te mogen maken. Dat is mooi, dat onderschrijf ik ook. Alleen we hebben het voor de onderbreking hebben we het gehad over de koopzondagen. Waarbij dan eigenlijk wel weer een vorm van kerkpolitiek wordt gedaan. Twee kernen mogen wel en twee kernen mogen niet. Dat past niet helemaal in dat plaatje, vonden mijn gasten. Ja, ik hoorde jouw gasten daar iets over zeggen. Ik vind eigenlijk dat als je het nou hebt over wat wij gezegd hebben en wat we ook als coalitie willen, van we willen luisteren naar onze inwoners.
dan is dit eigenlijk bijna de puurste vorm van luisteren naar je inwoners. En dan kun je best discussiëren over het percentage wat gereageerd heeft of niet. Maar uit de cijfers blijkt wel heel duidelijk dat dit is wat onze inwoners willen. Okay. Ja, we gaan de discussie niet herhalen. Kijk eens, luisteraars, nog even wat gemeentelijke informatie die ik altijd netjes aangeleverd krijg. Vrijdag 14 juni is het gemeentehuis gesloten voor het jaarlijkse personeelsreisje voor medewerkers van de gemeente Twenterand. Is daar het college ook bij? Nee, ik ben morgen vroeg gewoon aanwezig om de komende week voor te bereiden. Ja, oké. Okay. Vanaf maandag 17 juni bent u weer van harte welkom op het gemeentehuis. Door de wijziging van de afvalinzameling Tweede Pinksterdag is die verschoven naar zaterdag 15 juni. Van 17 tot en met 20 juni is de week van de vluchteling. En u kunt daar alle informatie over vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/Twenterand. En een openbare raadsvergadering op 25 juni 2019. Dank weer aan de heren van de techniek, Marvin, Henry, Pascal en Rogier. Zonder deze vrijwilligers kunnen wij dit soort uitzendingen niet maken. En extra dank verschuldigd doordat de uitzending weer geen 1 uur, maar 1,5 uur heeft geduurd. Maar mijn dank is groot. De volgende uitzending van Politieke Stem op Delta FM is donderdagavond 27 juni. En dan zijn mijn gasten, zoals het er nu naar uitziet, Jan Jonker, die dan inmiddels benoemd is als nieuw statenlid. Burgerlid, toch? Of statenlid? Nee. Hij wordt statenlid. Hij wordt statenlid. Kijk, we hebben we er twee. We krijgen dadelijk in de raad 2 statenleden. Ja. Gaat goed met Twenterand. Ook nog gebroedelijk naast elkaar. Dat weet ik niet. Ja, inderdaad wel. Inderdaad, maar in de Staten weet ik niet hoe dat zit, hoor. Maar op 27 juni zijn mijn gasten Jan Jonker en Erik Kobus. Alles is politiek. Maar politiek is niet alles. En toch slagen we er altijd weer in een programma van 1 uur of 1,5 uur te maken. Dank voor het kijken of het terugkijken naar het programma Politieke Stem op Delta FM. En ik zie u graag weer terug op 27 juni. Tot dan.